tegen Duitsdrukker, tegen enige winkeldistributie verloger. Zij zei tegen mij. Wordt heel saai. Sorry? Twee tellen en dan ben ik weg. Ja, het past wel hoor. Moet u rechtdoor of? Ik ga rechtdoor zo. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het is al 10. Ik zie niemand. Jullie zien mij wel, maar ik zie niemand hier. Gaat het? Weet je wat zij tegen mij zei? Zij zei 4 dagen geen scherm. Thuis geen scherm. Zij zei tegen mij, tegen Duitsdrukker, tegen enige winkeldistributie verloger. Zij zei tegen mij. Ja, ik zeg het je. Ik zeg het je. Tijd voor een nieuwe vrouw, jong. Ik ben op zoek naar vrouw. Nieuwe vrouw. Helemaal nieuw. Ik ga opnieuw beginnen. Oh, ik zei vrouw en ik zie vrouwelijke collega's. Zij is nog niet wakker. Maar oké. Ik ben mijn filmbeetje aan het klippen plakken. Ik heb stiekem mijn laptop meegenomen. En ga ik dat doen. Hier doen. In mijn wereld. In mijn cabine. Dus thuis geen vrijheid. Dat vind ik erg beleugelijk. Dat vind ik erg beleugelijk. Zij gaat net te ver. Als echte man ga ik vanavond mijn vuist... niet doen. Dat ga ik niet doen. Anders wordt zij boos misschien. Vrouwen moet je niet boos maken. Wat zal ik hier doen? Ik was zover. Dan ga ik straks met deze straks verder. Want mijn pauze is bijna voorbij. Ik ga even dokken. En deze inklappen. Weet je wat het is? Ik kan hier niet echt zo relaxed zitten. Dat is het. Ik kan het echt niet. Kijk, ik krijg rugpijn van. En deze stoel kan jij niet... Oh, een beetje naar achter, maar... Oké. Dat is het. Dat is mijn probleem. Dat is mijn persoonlijk probleem. Dat is mijn mening, hè. Over mijn vrouw. Ja. Hallo allemaal, welkom bij Duitsdrukker. Enige winkeldistributie vlogger in Nederland. Tenminste kan ik zeggen. Vandaag, deze wordt heel saai. Zo saai is het. Zo saai. Maar misschien wordt het spannend. We zullen zien. Laatste paar kilometer, anderhalf kilometer. Wie weet het. Ik heb via Google Maps gekeken. Er zijn geen bijzonderheden. Alleen maar bij de roldeur moet ik niet naar binnen, maar gewoon buiten lossen. Dus, voordat we gaan trillen, laat mijn strijd beginnen. Waarom piept hij nog? Motorrem. Motorrem. Afslag Gorinchem. Ik ga ook naar filiaal Gorinchem. Hoe die heet, weet ik niet. Even kijken. Zoveel namen. Waarom hebben winkels namen? Waarom niet winkelnummer? Dat is beter. Filiaalnummer. Hebben ze dat ook, maar hebben ze ook een naam? Voor klanten die boodschappen komen halen. Dan weten ze plus van Jan. Plus van Jos. Plus van Duitsdrukker. Wie weet het? Wie weet het? Is dat voor mij? Voor mij niks volgens mij. Ik kan echt niet in de winkel werken. Kijk, dat is mijn wereld. Dat is mijn wereld. Ik ben hier blij. Ja, dat is het, dat is het. Beetje saaie werk vind ik.
kan je gewoon Nederlandse wegen. Beetje drempel pakken. Hoepala, hoep. Dat zeg ik. Ik zeg het je, jongen. Dat is mijn wereld gewoon. Kijk. Hoe ik hier praat, kan ik niet met jou praten. Ik praat gewoon vrij en ik zie niemand. Jullie zien mij wel, maar ik zie niemand hier. Dus gewoon voor mijn vrije wereld. Daar zit het gewoon. Zo, hier gaan we linksaf. En dan als het goed is, komt een kleine bruggetje. Als je bruggetje ziet, moet je mij zeggen. Ben ik hier geweest? Nee toch? Nee. Nee. Gorinchem ben ik niet geweest. Welke was het? Lijkt op hier. Hendrik Ido Ambacht. Ook hier in de buurt, maar Gorinchem ben ik niet geweest. Bij Lidl wel, maar plus niet. Bij Lidl was het niet zo'n prettig adres bij in Gorinchem. Brug, ja, 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 brug. Rechtsaf, oh, zijn ze aan het verbouwen, jong. Ik heb gezegd, wordt het niet spannend, maar wat is er hier aan de voet? Wat is er hier aan de voet? Mevrouw, kom op, ik ga rechtsaf. Oogcontact, dat heb ik gehad. Ik heb voor laten gaan en heeft druk. Ah, het is toch niet saai geworden. Beetje actie hier, gordel af. Ik heb een gordel los, geloof. Ik geloof iedereen. Oh, dat irriteert me. Het geluid van richting. Alarmeren. En nu, meneer? Pas ik hier? Drempel. Oh, wat gebeurt, jong? Voelt. Twee tellen en dan ben ik weg. Sorry? Twee tellen en dan ben ik weg. Ja, het past wel hoor. Moet je rechtdoor of? Ik ga rechtdoor zo. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het is al 10. Ik kan niet tellen. Nee. Is dat de laatste zeker? Wat maken we hier dan? Wat komt hier? Aldi. Ja. Best groot, hè? Er komen steeds meer winkels. Ja. Restauranten zijn duurder dan supermarkten. Ja. Restauranten duurder dan supermarkten. Ja. Inflatie. Ga zo, meneer. Niet roddelen daar. Ik heb nog steeds geen bedankt gehad. Nog steeds niet. De wereld wordt steeds gekker hier, jong. Wat doe jij? Wat doe jij nou? Is normaal, jong. Eindelijk, vrijheid, blijheid. Vrijheid, blijheid. Even scannen. Busje daar. Zwenk een beetje uit. Moet ik daar? Dan blokkeer ik zeker de weg. Oeh, ze hebben best veel emballage. Een beetje scherp vind ik hier. Dat wordt toch spannend, denk ik. Ik vind het echt scherp. De vraag is, hoe ver kan ik erachter? Straat erin, toch? Allemaal vraagtekens in mijn hoofd. In mijn hoofd. Oh, nee. Moet ik iets scherper halen. Iets scherper draaien. Als die scooters niet daar waren, kan ik een beetje stoppen pakken.
is toch spannend hoor. Toch spannend. Ik bedoel toch scherp. In één keer draaien. Nu. Die trailer draait niet zo makkelijk. Vind ik. Staan auto's daar tegenover. Goed kieken. Gaat het? Ik zie niks dus. Als hier auto staat, dan wordt het heel moeilijk. Hè? Niet erin rijden, hè? Niet erin rijden, of wel? Daar staan we toen. Het is denk ik een beetje... Maar... Ik zie jullie zo meteen. Even kijken. Wordt toch krap. Ik zie hem niet meer. Ik hoor nog niets. Dat betekent goed. Oh, makkelijk. Bedankt, hè. Hoi. Zo moest het. Zo moest het gewoon. Dat is raar. Dat is raar. Wat is raar? Niks is raar. Begint het te regen, bedoelde ik. Nog eentje klaar. Volgens hem moest ik eigenlijk hier achteruit erin. Wat gebeurt, jongen? Wat een drempel. Laten we niet doen. Nee. Anders blokkeer ik hele weg. Meneer, alstublieft. U snapt het niet. Zo ook niet. Ik zal je laten zien. Dat het niet past. Als... Oh, komt om de auto heel hard. Wachten. Ze hebben allemaal haast. Als die meneer eventjes gestaan had, was het makkelijker geweest. Waarom zou je zo moeilijk doen? Geef een teken dat ik ga draaien. Dat past gewoon niet. Dat hebben we ook overleefd. Dus naar de volgende ga ik. Maar helaas, zometeen moet ik stoppen. Tijd voor stoppen. Stoppetje spelen. Tot de stoplicht ga ik even bla bla bla. Waar waren we gebleven? Ik was praten over. Dat is mijn wereld en mooie dingen zeggen, goede dingen zeggen over mijn wereld hier. Oh, dat wordt lang, ja. Waarom ga je niet eens? Ja, ga ik ook. Gas erop. Oh. Ja, nu kan ik praten. Nu kan ik gewoon praten. Ik praten, jullie luisteren. Luisteren, jullie luisteren, ik praten. Als ik praat, jullie moeten luisteren. Dat was Gorinchem. Volgens mij enige adres is in Gorinchem. Dat hoop ik. Want Gorinchem is een beetje krap, vind ik. Elke filia, elke winkels bouwen ze een beetje krap. Hier was ook net krap. Ik verwacht echt niet. Ik keek via Google Maps. Stond zo lekker makkie. Makkie is mijn wereld niet, hè. Zo makkie is de wereld niet. Zo makkie is leven niet. Helemaal niet. Dus, ja, belangrijkste is, zeg ik altijd, je kalm aan. Als je iets raakt, kan je ook niks aan doen. We proberen ons best. Dat is het. Niemand wil schade rijden, dus
Geen nieuwe chauffeurs, geen oude ervaren chauffeurs. Wie niemand schade rijden. Schade rijden betekent extra tijd, moeite, bellen. Minimaal een half uur, drie kwartier. Weg van je eigen tijd en stress. Daarom probeer min mogelijk schade te rijden. Ik zeg geen schade, maar min mogelijk. In het begin heb ik zo vaak schade gereden. Het bedrijf was bijna failliet gegaan. Zo erg was het. Dat weet ik dus ook. Heb ik ook geleerd. Daarom min mogelijk schade. Yes, we zijn op de snelweg. Is dat ook snelweg nog? Nee, ik zal nog één ding vertellen over invoegen. Wat ik irritant vind, zal ik laten zien in de praktijk. Mocht het sowieso irritant, moet je gas geven, maar kan niet. Kijk. Nu komt een vrachtwagen, heel langzaam. Ja, dat is wel haalbaar. Ik kan wel invoegen. Maar soms rijd ik net naast een vrachtwagen en aan de linkerkant staat een auto. En die vrachtwagen probeert gewoon gas geven. Dat snap ik wel. Of moet je heel hard rijden, echt heel harder dan ik. Dan kan je lekker makkelijk tussenin komen. En soms rem ik en remt die ook. Ik probeer helpen. Het is niet verplicht. Maar proberen we om elkaar helpen. Sommigen snappen dingen niet. En soms gaat het verkeerd dan tuteren. Ik hoef niet helpen. Jij ook niet. Als je op snelweg bent, invoegend verkeer, hoef je niet helpen. Maar mag. Soms probeer ik, soms snappen ze dat niet. Gaat het vaak mis. Kijk, zo als ik praat over ingewikkelde dingen, krijg ik stress of zo. Nee toch? Heb ik stress gekregen of zo? Beetje? Ja. Even hard luisteren. Ik leef niet. Oké, dat was het weer. Tot volgende keer weer. Adios amigos. Volg me. Niet vergeten. Like. Abonneren, delen. Doei!